Ik ben Lela Kamriezen, verantwoordelijk voor de internationale relaties bij de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Sinds 2013 organiseert de faculteit de iWeek, dat is een International Week on Sustainability. En eigenlijk beginnen we dat meer en meer voor te stellen aan de studenten als een conferentie. Want dat is het eigenlijk ook. De derde bachelorjaarstudenten in bedrijfskunde, voor hen is dat een verplichte les. Maar wat we daar doen om ook internationalisation at home mee te integreren, is dat we internationale partners en studenten ook uitnodigen. En wat daar dan gebeurt, is dat bijvoorbeeld voor dit jaar gaan we 4 continenten hebben en 25 nationaliteiten die gaan samenwerken. En samenwerken niet alleen met onze lokale studenten, met nationale studenten, maar ook samenwerken met de Captains of Industry en de Captains of Sustainability die eigenlijk in dit programma ook mee aanwezig zijn. En wat jullie dan doen is, jullie gaan eigenlijk een paper schrijven. Jullie gaan een sustainability onderwerp kiezen dat ook samenhangt met het bedrijf. En samen met 4 continenten, verschillende nationaliteiten, daar iets inhoudelijk van maken. En dat wordt dan ook gepresenteerd en dat wordt dan ook ingeleverd. En wat we dan zien is die samenwerking, dat netwerk dat jullie eigenlijk ontwikkelen, dat is een netwerk voor je leven. En dat ga je kunnen ontwikkelen door samen te werken, maar nadien, wat we ook zien uit ervaring, is dat daar een mooie vriendschap uit ontwikkeld wordt. Wij hebben er als team in ieder geval heel veel goesting in. En wij hopen jullie te kunnen ontmoeten in de iWeek in de toekomst, om ook jullie netwerk en sustainability kennis te verbreden.